de volgende spreker is Gerard Bouma van Baltische Kamer van Friesland. En die komt zijn verhaal vertellen, want Friesland, ik kijk daar met jaloerse ogen naar, want daar hebben ze al een stichting die zich bezighoudt met het waterschapserfgoed. Graag aanwezigen, u ziet boven in het scherm twee namen staan. Wetterschap Friesland en de Stichting Waterschapserfgoed. En die twee organisaties die zorgen er samen voor dat een aantal waterschapserfgoedobjecten in Friesland goed onderhouden worden en voor het publiek zichtbaar blijven en zelfs ook toegankelijk zijn. Ik mag u vandaag wat vertellen over de Friese aanpak voor het behoud van dat waterschapserfgoed. Toen de vraag werd gesteld om deze dag daar wat over te vertellen, hebben we meteen ja gezegd. Want zowel het bestuur van Wetterschip Friesland als het bestuur van de Stichting Waterschapserfgoed is best trots op hoe wij dat in Friesland daarmee omgaan. Met het behoud van deze waardevolle historische waterstaatswerken, zodat hier telkens wordt genoemd. Maar het lijkt me goed om mezelf eerst even nader te introduceren. En dan weet je ook in welke hoedanigheid dat ik hier sta. Mijn naam is Gerrit Bouma en werkzaam bij Wetterschip als teamcoördinator van eigendomsbeheer. En daarnaast ben ik ambtelijk bestuursadviseur van de Stichting Waterschapserfgoed. En diezelfde rol die mag ik ook spelen bij de stichting van het Woudengemaal. Het Woudengemaal is ook al een paar keer voorbij gekomen. Ongetwijfeld, zoals u het weet, is dat werelds grootste nog werkend stoomgemaal. En een UNESCO-object. Heb ik dan wat met cultuurhistorisch erfgoed? Het antwoord daarop is ja. Ook hobbymatig ben ik daarin geïnteresseerd. Ik doe al tientallen jaren historisch onderzoek naar de geschiedenis van het dorp waar ik ben opgegroeid. En heb ook de verschillende bestuursfuncties vervuld in verschillende historische verenigingen. Dus het werk voor beide stichtingen die zich bezighouden met waterschapserfgoed, dat doe ik dan ook met veel plezier. En het doet mij goed dat het bestuur van de stichting hier vandaag is vertegenwoordigd in de persoon van de penningmeester, de heer Spieksma, Auke Spieksma. En AAB-lid van Wetterschip Friesland, Sjerp de Jong. En voor u is dat een stukje garantie dat ik in ieder geval geen fabeltjes ga vertellen. Maar nu, de Friese aanpak voor het behoud van waterschapserfgoed. Daarvan neem ik u mee terug naar het jaar 2004. In januari van dat jaar zijn 6 waterschappen in Friesland gefuseerd in 1 waterschap. Een van die waterschappen had kort daarvoor een nieuw gemaal gebouwd naast het oude gemaal Veenpolder in Echten, aan de zuidkant van het Jeukenmeer, vlakbij Lemmer, wat toen overbodig was. Dat is dit gemaal, vroeger een oude stoomgemaal met de schoorsteen erop en de kolenbunker. Later is dat oude stoomgemaal geëlektrificeerd, was de stoompijp ook overbodig, die heeft men ook afgebroken. Eigenlijk is het gemaal weer gerestaureerd, kom ik straks wel op hoe dat allemaal gegaan is. En ook de schoorsteenpijp is weer teruggekomen, want in Sneek raakte een schoorsteenpijp overbodig afgebroken te worden. Die hebben ze daar toen weggehaald, want dat was dezelfde, van dezelfde bouwer als die van Echten. Die hebben ze toen in 3 delen op een ponton hebben ze die overgevaren en bij Echten, bij het gemaal, weer opgebouwd. Dat is in restauratie. Vorm. Er is toen nagedacht over die restauratie, hè, in die, toen met het slopen, of het ook mogelijk was om het te slopen, maar dat bleek een rijksmonument te zijn, dus sloop was niet aan de orde. En wat moet je dan? Er is toen nagedacht over de restauratie, of het ook mogelijk was om een andere bestemming aan te geven nadat het gerestaureerd was. Kon de inpandige woning aan de rechterkant van het gemaal ook worden verhuurd en kon het gemaal ook opengesteld worden voor het publiek, want de pompen en de installaties zouden behouden blijven. Allemaal vragen bij de restauratieplannen, maar de belangrijkste vraag was: hoe krijgen we die financiering rond en wat voor mogelijkheden zijn er allemaal om meer subsidie te genereren en wat je als een overheid kan krijgen. In 2000 was door de Rijksoverheid de term kanjermonument bedacht voor beeldbepalende rijksmonumenten. Die rijksmonumenten konden in aanmerking komen
voor de toen zogenaamde kanjersubsidie. Naar aanleiding van die mogelijke subsidiestroom heeft men bij het waterschap zich afgevraagd welke rijksmonumenten hebben we nog meer. En wat moet daar dan mee gebeuren? En daarop is vervolgens een werkgroep bij het waterschap bezig geweest om een inventarisatie te maken van al die oude waterschapsobjecten. Die eigenlijk geen actieve functie meer hebben, maar toch wel de moeite waard zijn om te blijven te behouden. Uit die inventarisatie kwam in eerste instantie een lijst van bijna 100 objecten. Die onder andere bestonden uit oude gemalen, molens, sluizen, zelfs een gemetselde duiker met een afsluitdeur en een kruitmagazijn uit de Napoleontische tijd. En ook in Friesland hebben we zo'n rakker, die, als die hier bij de buren, een van de buren, dat was ook zo'n rakker. Wij hebben in Harlingen hebben we Casper de Robles, de stenen man. En die staat dan met een monument bovenop de dijk. En dat is ook een van de objecten die toen op die lijst is gekomen te staan. Een dertigtal van die inventarisatieobjecten hadden de status en hebben de status van rijksmonument. Sommige rijksmonumenten stonden erbij, zoals op deze foto is te zien. Dan hoop ik dat hij doorschakelt. Ja. Dit is een onderbouw van een Amerikaanse windmotor. Dit is overigens de stenen man, Casper de Robles. Dit is de kruidkelder bij Oostmahorn. Die zit daar in de zeedijk. Hoe vind je het uit? En dat is een typische Hollandse molen. Door onvoldoende onderhoud waren jaren geleden Amerikaanse windmotoren al ontmanteld, want er was instortingsgevaar en het materiaal dat lag in opslag. In het eerste managementteam van het nieuwe Waddenschip Friesland in 2004 was er een goed besef over de zorg voor het cultureel erfgoed. De toenmalige secretaris-directeur was de aanjager geweest om het Woudengemaal op de UNESCO-lijst te krijgen. En een van de MT-leiden was toen op dat moment hobbymatig korenmolenaar. In die context zijn toen de plannen gemaakt om een stichting op te richten die vervolgens eigenaar zou worden. In ieder geval van het oude gemaal, wat we zo net hebben gezien, daarbij Echten. Een stichting zou veel meer subsidiestromen kunnen aanboren en ook veel meer subsidiegelden kunnen verkrijgen dan een overheidsorgaan. Eind november 2004 is daarom een voorstel gedaan aan het algemeen bestuur van het waterschap om in te stemmen met de oprichting van de stichting. Dat voorstel werd aangenomen en vervolgens is een stichting opgericht met als doel het hebben en het onderhouden van waterschapserfgoedobjecten die de stichting alleen in eigendom kan verkrijgen van Waddenschip Friesland. Vandaar ook dat de stichting Waterschaps het erfgoed van het waterschap is. Iets anders dan waterstaatserfgoed. Dus de stichting kon niet waterstaatswerken van derden in eigendom verkrijgen. Om de onderlinge verbinding goed te borgen met de besturen van zowel het waterschap als de stichting, zit er van het bestuur van Waddenschip Friesland een bestuurslid in het stichtingsbestuur. Kort na het oprichten van de stichting is dus eerst het gemaal De Veenpolder in Echten overgedragen aan de stichting. En die heeft vervolgens de subsidieaanvragen gedaan voor de restauratie. De restauratie heeft toen ruim €112.000 gekost, waarvan de waterschap slechts €25.000 heeft bijgedragen. En de rest is door de stichting als subsidie binnengehaald. Ja, en dat smaakt eigenlijk naar meer. In 2006 zijn er 20 objecten in eigendom overgedragen aan de stichting, waarvan een aantal rijksmonumenten zijn. Met die eigendomsoverdracht ontvangt de stichting jaarlijks ook de vaste bijdrage van Waddenschip Friesland van een ton. En die ton is eigenlijk een afgerond bedrag van dat Waddenschip Friesland jaarlijks zonder meer kwijt zou zijn
als ze zelf de monumenten moesten onderhouden. Daarnaast wordt de stichting ondersteund met een personele capaciteit vanuit het waterschap. Want hiervoor geldt ook eigenlijk hetzelfde. Als je onderhoud en restauraties moet begeleiden van het waterschapserfgoed, ja, dan wordt dat ook door het personeel gedaan, eigen personeel gedaan. En nu doet de stichting dat. We krijgen de steun van het waterschap voor de stichting. Die personele kosten worden niet verrekend met de stichting, omdat die kosten toch moeten worden gemaakt. Hoe zit het dan met andere geldstromen van de stichting? Nou, Wetenschap Friesland, dat is die vaste jaarlijkse bijdrage van een ton. Daarnaast kan de stichting dus rijkssubsidie genereren. Vroeger was dat BREM, tegenwoordig zijn dat SIM-subsidie. SIM-subsidie voor de rijksmonumenten in ieder geval van 50% tot 60%. De provincie voor de restauratie subsidie voor rijksmonumenten, 50% tot 60%, afhankelijk. En dan hebben we de instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten van 15% van de provincie Friesland. En ja, hier en daar zijn er ook nog wat andere subsidies, ook voor niet-rijksmonumenten. Gemeenten, enkele gemeenten in Friesland, die ondersteunen ons als stichting ook nog met een stukje instandhoudingssubsidie van 15%. En daarnaast hebben we twee woningen. Dit is rechts is het gemaal in Makkum met een inpandig woonhuis. Dat wordt ook verhuurd. En ook de woning in Iechten van het gemaal, dat wordt ook verhuurd. En daarnaast hebben we nog een oude zeedijk op de Schelling. De stichting is eigenaar van een oude wierdijk op de Schelling. En die wordt verpacht voor schapenbeweiding. Dus dat genereert ook weer wat inkomsten. Inmiddels is de stichting eigenaar van 30 objecten. En met deze geldstromen en inkomsten kan de stichting nog steeds goed redden met de jaarlijkse vaste bijdrage van het waterschap. Die overigens, trouwens in die tijd, is vastgesteld op 20 objecten. Maar mocht het zo zijn dat de stichting financieel de zaak niet meer kan trekken, dan is er gelukkig nog een financiële borging in de statuten vermeld. En daar staat in dat de hoofdsponsor, Wetenschap Friesland, dan extra bijdraagt. Maar gelukkig, tot nu toe is dat niet nodig geweest. Een kanttekening moet ik daar wel bij vermelden, is dat het een aantal objecten niet in goede staat van onderhoud zijn overgedragen. En daarvan is afgesproken van, mochten die objecten tot restauratie nodig zijn of groot onderhoud nodig hebben, probeert de stichting zoveel mogelijk subsidie binnen te krijgen en de rest wordt dan bijgepast door Wetenschap Friesland. Even in kort en twee korte zinnen het financiële succes en de goede samenwerking tussen Wetenschap Friesland en de Stichting Waterschapserfgoed. En de verschillende instanties die subsidie hebben verleend voor al die prachtige waterstaatswerken. Onderhoudskosten en restauratiekosten de laatste 5 jaar was 1,2 miljoen. En de gegenereerde subsidies over die jaren was ruim 70%. En we hebben daarvoor niet-rijksmonumenten, hebben we daar ook subsidie voor kunnen krijgen via een speciale verordening bij de provincie. De stichting is deelnemer in het platform Frieske Monumentenorganisaties. Dat is een platform wat is opgericht door de provincie. Daar zitten er 10 of 11 organisaties in. Volgens mij zit Heemschut daar ook bij. En wij zitten er als stichting zitten we er ook bij. En ja, er worden subsidieverordeningen daarvoor gelegd en besproken in het voortraject. Dus wij zitten, wat dat betreft, ook als stichting direct, vrij vlot, weten we van dat er weer een subsidieverordening aankomt. En dan kunnen we gelijk op inspringen en denken van, ach, we hebben een monument wat binnen dit kader past. En dan vragen we het aan. En dat is dat met het gemaal Makkum is dat gelukt. 50% subsidie, geen rijksmonument.
En het is met hetzelfde geluk met de Kruidkelder in Oost-Malhorn. Ook geen rijksmonument, maar daar hebben we ook 50% subsidie kunnen genereren. Verder zoeken wij wel de erfgoedbijeenkomsten van gemeentes. Over het algemeen zijn de gemeentes niet zo heel erg scheutig met subsidies, maar ze organiseren toch wel. Tenminste, bij ons in Friesland zijn er een aantal gemeentes die wat erfgoedbijeenkomsten voor verschillende verenigingen organiseren. Natuurlijk hebben we goede contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Goed. En dat is ook vanuit UNESCO gebeuren. Gelukkig weet de Rijksdienst Weddenschip Friesland ook wel te vinden. We hebben contacten met de Nederlandse Gemalenstichting. Ook voor het netwerk uiteraard, want dan tref je ook weer mensen met andere, van andere organisaties. Als wij een rijksmonument hebben gerestaureerd, het moet officieel nog worden overgedragen, we maken er altijd een feestje van. En we proberen de streek daar ook bij te betrekken. De grote keersluis Munnekezijl, helemaal boven in Friesland, hele brede sluis. Die hebben we gerestaureerd, maar daar hebben we plaatselijk belang daar ook bij betrokken. En gezegd wat we van plan waren en hoe het komt allemaal. En die waren dol enthousiast dat er eindelijk ook eens een keer wat werd gedaan aan de sluis. Maar bij de oplevering van de restauratie heeft de voorzitter van de stichting eigenlijk de sluis symbolisch overgedragen aan de streek. Met de boodschap van het is jullie sluis, pas er goed op. Haal er eens even een bezem overheen en dat soort dingen allemaal. En ook een informatiebord. Bij elk object staat ook een informatiebord. Informatiebord bij de sluis in Munnekeburen en Munnekezijl. En dit is bij de Kruidkelder in Oost-Malhorn. En niet te vergeten hebben we ook een aantal vrijwillige molenaars. En die doen ook veel werk. En die laten ook die molens draaien. Amerikaanse molens, maar ook de traditionele, ja, ik noem het maar rietkap molens. Tot slot. Die oude kerel daar op de zeedijk, die moet je af en toe ook eens even flink te horen wassen. Om het waterstaatswerk in goed onderhoud te houden en voor het publiek zichtbaar. Ik hoop dat ik hiermee een kijkje heb gegeven hoe het bij Weddenschip Friesland is geregeld. Als hier vragen over zijn, dat hoeft nu niet, het mag ook later. U mag mij ook mailen of telefonisch bellen van hoe en wat. En dan willen we graag nog wat nadere toelichtingen verstrekken. Dank u wel. Dank Gerrit, maar als er nog vragen zijn die we dan niet uitgebreid vragen, we lopen iets uit, kan dat nu gedaan worden? En als u zegt, ik heb wat meer inhoudelijke vragen over het functioneren van de stichting, ja, dat kan even nu. Ik had even een vraag met de contacten, de stichting Sluizen en Stuwen, mis ik. Is dat ook nog een organisatie? Ja, volgens mij daar hebben we ook contact mee, ja. Maar of we daar nou echt deelnemer van zijn actief, dat weet ik niet, maar we hebben er wel contacten mee. Ja. Misschien een andere organisatievorm, maar het genereren wel grote projecten. Ja, klopt. Ja. We hebben met één keer een samenwerking gedaan om een subsidieaanvraag in te dienen. Was dat met een of andere sluis hier ook ergens in de buurt? Stichtse sluis? Nee, dat weet ik niet meer precies, maar dat is toen wat mislukt. Ja. Ja. Twee keer een prijs gewonnen bij die stichting van historische stuwen en sluizen. Hè? Dus Munnekeburen is een keer geweest en ik dacht in Beets. Ja, klopt. Dus, ja. Wat dat betreft zijn het al contacten algemeen. Hè, Wetenschip bij die historische sluizen en stuwen. Ja. Gerrit, het verhaal van Friesland is eigenlijk een voorbeeld voor andere provincies en andere waterschappen. Het is niet zo, het erfgoed gooien we over de heg en daar moeten ze maar een stichting voor oprichten. Nee, we richten een stichting op en we faciliteren die stichting naar gelang de omvang en de kosten voor het beheer en restauratie van monumenten. En hier is voor dit stormgemaal is in 1983 de stichting Baat en Borg opgericht.
Daar komt u straks nog wel tegen op een poster die uitgereikt wordt. Zou de Stichting Batenborg voor heel Gelderland de monumenten kunnen beheren en ook een budget daarbij krijgen van de waterschappen en de gemeente? Er zit een heel goed vraagteken achter. Maar dan zijn de waterschappen natuurlijk van een heleboel soeres af. Want dan heb je specialisten en vrijwilligers lokaal die het dan runnen. En ik vind het voorbeeld van Friesland is, ja, ik was helemaal onder de indruk zoals dat bij jullie gedaan wordt. Want je kunt wel een stichting oprichten, maar je moet de stichting ook financieel faciliteren. Anders is het een fake stichting. Ja? Maar goed voorbeeld doet, hoop ik, volgen. Hier sluit ik het af.